Ja, die Schout, dit is een droomrentree. Ja, dit is echt heerlijk om mee te maken, zeker, zeker. Na zo'n lange tijd. Ja, want hoe lang ben je er precies uit geweest? Toevallig had een maatje van me had het uitgerekend. 320 dagen lang heb ik niet gevoetbald op een voetbal, zeg maar, tijdens de wedstrijd. Ja. Dus bijna een jaar dus. Bijna een jaar, ja, zeker. Wanneer hoorde je dat je mee mocht doen vandaag? We hadden het al, ik had met Ed Coret van het eerste hebben we een heel revalidatieproces. En we hadden al van ruime tijd geleden afgesproken dat ik nu weer zeg maar 20 minuten zou mogen spelen. Toen jij die goal maakte, gingen de afgelopen maanden, spookte die een beetje door je hoofd heen? Ja, tuurlijk. Ik had wel even een klein kippenvel momentje hoor. Het ging allemaal even wat je allemaal door hebt moeten staan, ja, zeker. Was het moeilijk wat je hebt moeten doorstaan? Nou ja, ik denk dat het voor een voetballer al moeilijk is om een week niet te voetballen. Laat staan 320 dagen, dus heel moeilijk, ja. Wat heb je precies gehad de afgelopen maand? Ik had een blessure aan mijn scheenbeen en kuiten en dat heet een compartimentsyndroom. En die hebben ze twee keer ben ik geopereerd eraan en nu eindelijk lijkt het alsof ik via een andere fysiotherapeut ook in Amsterdam, Fysiolab. En daar ben ik heen gegaan en daar heb ik het heel erg opgetraind. En ja, samen met Ed Coret hier en de rest van de medische staf hebben we dit kunnen doen, zeg maar. Dus nu is het goed. Hoe ziet het er volg uit? Want je zit dit seizoen voor het eerst officieel bij de selectie, echt weer met de selectie meetrainen. Ik blijf eerst nog morgen sowieso bij de A1 trainen, want dat is afgesproken. En donderdag en vrijdag zijn er iets rustigere trainingen bij het eerste en dan ga ik meedoen. Maar het is vooral uitkijken dat ik niet ineens over de kop ga lopen natuurlijk, dus we doen het rustig aan. Heel goed, heel verstandig en succes de komende maanden nog. Dankjewel.